We zijn in het Groen Salon van het Federaal Parlement in Brussel. Naar aanleiding van Koningsdag, 15 november, wordt de hele koninklijke familie uitgenodigd om in de Senaat een soort van sessie, redenvoering te volgen onder een onderwerp. Daarna komt het gezelschap naar deze zaal, naar het Groene Salon en aanbelenden voor een pleiade van de provincies, de Belgische provincies. Helaas is de koning er niet bij, want de scheiding der machten kan de koning niet op zijn eigen feest zijn. Heel eigenaardig, maar het is zo. Wij bieden Limburgse vlaai aan. Abrikozen, kersen, zwarte pruimen, rijst, pudding en appel. Alsjeblieft. Limburgs vlaai. Ja. We hebben net zoals vorig jaar een eigenaardigheidje bij. We hebben een tricolore taart gemaakt. We hebben er verschillende gemaakt, waarbij zwarte pruimen voor het zwart staat, abrikozen voor het geel en kersen voor het rood. En dat geeft toch wel iets, ja. Daarnaast iets drinkbaar, en wat staat Limburg voor gedestilleerd? Hasseltse bosbessenjenever en een bosbessenlikeur. Voor de kinderen die er ook bij zijn dit jaar, hebben we hoogstam appelsap bij, ja, uit Haspengouw. En hier is het Limburg. Limburg. En hoe lang ben je daarmee bezig? Van het moment dat je de opdracht krijgt, zit dat in je hoofd. Op het kleinste detail na, zelfs kleine vlaggetjes van Limburg aangemaakt. Totdat het gedaan is straks. Het is zo dat de streekproducten uit andere provincies is eigenlijk wat België echt bindt op culinair vlak. Ieder streek heeft zijn smaak, heeft zijn eigenheid. En alles samen hier in deze zalen, dat is België, op en top. Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik nauwelijks een foto kon maken, volgde ik de koninklijke familie, dus Boudewijn en Fabiola, als die op bezoek kwamen in Hasselt. Dus laten we zeggen dat het 40 jaar geleden is. En nu in contact komen we opnieuw met de koninklijke familie. Dat is fantastisch. Er is geen ander woord voor.